Oké, okay, dus nou, zit je zes maanden in gevangenis? Heb je best wel een luxe kamer, dus Laten, ja. Dus daarom heb je ook even. De titel van jouw boek is uh, Grand, Grand Hotel, Hotel de, de Baais. De Baai's. Is dat de... Dus Grand Hotel de Baais, ja, dus. Ja. Uh, 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 dat is sowieso mooi. Uh, maar ja, dus je noemt het ook echt een grand hotel, want dat was het voor jou, jouw beleving ook. Want het je... is ongelooflijk wat je daar kan doen. Uh, je kan alle studies die je wil volgen, dus je kan gewoon in Holland of uh, noem maar wat voor uh, open uh, studies er ook zijn, ja. kan je bestellen. Ja. De overheid betaalt 90 ja. Dus ja, normaal betaal je voor een rechte studie 2000 euro. Nee, ik betaalde 200 euro en ik kreeg alle boeken binnen. Ja. En dan kan je daar ook echt examen gaan doen. Dus je krijgt dan nou ook echt een examenkamertje met een examen door. Uh, ik heb daar een hele alo-studie gedaan. Ik heb daar blind leren type cursussen gedaan. Ik heb daar een boek geschreven voor de gevangenen, zodat ze weten wanneer ze moeten eten, wat ze moeten eten, hoe ze moeten trainen om fit te worden. Want ik zeg ja, een, een, een gevangene die zijn energie in sporten steekt, is ook een rustige gevangene. Dus ik kreeg van de directeur uh, extra vrije tijd om een boek te schrijven, uh, extra schooluren. Uh, nou ja, uh, het is zag, uh, als er iemand vervelend was van de bewakers, de begon ik een rechtszaak. Want ja, ik moest ook in de praktijk moest ik alles uh, toch uh, ja proberen. Ja. Dus ik, ik had eigenlijk elke elke week wel een rechtszaak. Ik wilde uh, bier zonder alcohol importeren en dan komen er echt mensen vanuit Den Haag met z'n tienen en de directeur en de advocaten uh, ja jou uitleggen waarom je geen alcoholvrij bier mag hebben. Met een, uh, ja, met een soort uh, commissie erbij. Ah, ja, het is een gevangen in Nederland kost gewoon 300-400 euro. Ja. ja bizar. Ongelofelijk. En dat ja, dat begrijp ik wel. Je kan fitnessen voetballen. Wat drie vierhonderd euro per dag valt? Per dag. Ja. Per dag. Ja, ja. Ja. Als ik uitgerekende wat ik de overheid nu heb gekost, ik denk dat we dan 40, 50 miljoen verder zijn. Nee. Joh. Ja. En dat is. Uh, ja, dit, dit is een klein gedeelte, maar ze hebben ons drie jaar geobserveerd. Dus gps-systemen oh, onder de auto's, nee, camera-systemen in ja? de coveragenten. Dat is echt fieldwerk dit. Echt fieldwerk. Ik uh, ben geïnfiltreerd door twee surfers. Ik Jij? Uh, ging een week op vakantie in Tenerife. Ja. En daar uh, ontmoette ik twee leuke gasten, maar die konden niet surfen. En uh, toen dacht ik, nou jongens, ga lekker met mij mee. Ik leer jullie surfen. Ik heb ze een week lang surfles gehad, uh, gegeven. En vervolgens, uh, ja, lees je in de stukken. Uh, ...van nou ja, dag één ontmoet Andries in de hotelkamer. Dus ik heb ook alle documentatie gehad... ...van de undercoveragenten op surfplanken. Twee, kijk de code van zijn telefoon af. Wat is de code van zijn laptop? Uh, vraag hem naar zaken binnen het werk... ...of die relaties in het buitenland heeft. Nee. En dat bleek echt gewoon... ...die twee undercoveragenten op surfplanken... ...ja, daar heb ik een week lang... ...heb ik daarmee gefeest, gedronken, gezopen... ...naar de discotheek, uit eten. En die hebben mij hele week van... Uh, vodka en uh, hapjes voorzien, ja. Wow. En dat bleek om de coveragenten te zijn. Maar en hoe ver gaat dat dan? Ik bedoel, hoe, of hoe ver weet jij dat ze zijn gegaan? Zeg maar? ik bedoel, uiteindelijk ik willen ze overal in en, 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 en dat soort dingen. Maar hoe ver gaat dat? Ik heb 122 multimappen van 300 pagina's. Waarin alles van A tot Z beschreven staat. Die, die, die heb je nu inmiddels thuis of wat? Ja. Ik ja. En... Nou, heb je niet allemaal gelezen, denk ik? Nou, ik heb grotendeels ja? wel gelezen. Ja. En hoe ver ze gaan, dat is ongelooflijk. Dat is echt gewoon uh, drie jaar telefoontaps... Uh, ja, dat hebben ze nodig om een zaak te bouwen. Want als jij drie jaar iemand afluistert, kan je altijd wel dingetjes. Ik, ik, ik zeg iets stoms. Uh, Andries geeft door dat de enveloppen op tafel lagen. Vermoedelijk zijn dit enveloppen met geld. <laughs> ja, zo, ja, snap je? De, de post ligt op tafel. Hier ja, ja. is het niet. En Zo schetsen wel... ze een beeld. Oh, ja, ja. Uh, ze hebben overal uh, camera's opgehangen. Uh, buiten de deur in kliko's. Nou, als je mij zonder lach op beeld kan krijgen, dan ben je echt een knappe gozer, want ik vind alles <laughs> leuk in het leven. Als je het dossier bekijkt, dan zitten daar alleen maar foto's in dat ik echt boos kijk. Ja. Uh, Bewerkte foto's met een opgeblazen kop. Ik zie eruit, als ik het dossier bekijk, dan denk ik ook, ja. Maar Dit is een crimineel, die gozer moet gewoon tien jaar de bak in. <laughs> weet je. En maar ook mijn moeder van 70 jaar nee. op een bepaalde manier vastleggen. Het is nee. ongelooflijk. Nee, nee. Maar jullie gaan het allemaal lezen. De documenten staan allemaal ook in mijn boek. Gedeeltelijk. Sick. Gedeeltelijk. De rest ga ik dan naar buiten brengen, want de ja. rechtszaak is bijna klaar. Wow. Maar als de rechtszaak klaar is, dan, dan gaat er wel een, 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 een potje open van. Ja, officieren van justitie die echt gewoon bewijsmateriaal vernietigen, uh, telefoons in beslag nemen, foto's wissen ja. en gewoon aangeven. Dat hebben we niet gedaan, maar dat ik ja, techneuten daarna laat kijken. En die kunnen gewoon ja, helder uh, weer laten zien, nee hoor, dit, dit is allemaal gewist. Ja. Ja, en dan zijn toevallig de foto's verdwenen van de undercoveragenten die bezopen zijn. Zeker. Uh, ja, ja, ja. Echt niet normaal, joh.